Yo mensen, welkom bij een fucking nieuwe video. Vandaag gaan we de ultieme cringe tierlist doen, want ik ben zelf ook cringe en deze video is ook cringe. Het eerste ding dat we gaan categoriseren is natuurlijk TikTok. Wel, TikTok is gewoon fucking cringe. Ik ga daar geen fucking woorden aan vuil maken. Het is een fucking Chinese app. Die spioneren gewoon altijd op ons. Dan hebben we Snapking. Kill. Wel, Snapking is gewoon een meme, dus die mag wel in funny cringe staan. Ik bedoel, hij heeft wel zijn excuses kunnen aanbieden aan de Chinese vrouw in de McDonald's in Duitsland. Geef me geld terug, fiche. Ik wil een sorry zeggen. Het volgende dat wij hebben is roken. Wel, roken is op zich al cringe, maar het is ook marginaal. Dus we zetten het bij marginaal cringe. Als je bijvoorbeeld in een perron van een buskotje rookt, dan ben je ultra marginaal cringe. Als volgende hebben wij Jan Roos. Jan Roos heeft namelijk 3 onschuldige kinderen, de kinderen van Ruben Koet, uitgescholden. Lelijke kinderen. Kan je ook niks aan doen? Niks meer aan de hand. Oh, op dit nijlpaard hebben moeten zien liggen, zeg. Kaleren. Bro, heb jij je eigen kop al bekeken? Jesus Christ, man. En ja, dat is gewoon een fucking rantibiel. Dus die zetten we in ultra marginaal cringe. Als volgende hebben we de Karen McDonald's vrouw die, gewoon het personeel uitgescholden heeft omdat ze haar saus voor haar kinderen niet kreeg. En dat is o zo erg. Fucking cringe, ja, inderdaad. Als volgende hebben wij Celine en Michiel. Je weet wel, die ene YouTubers die onverantwoordelijk met hun kijkers omspringen. En ook qua ethische waarde heel zwak zijn. Dus daarom zetten we ze in gewoon cringe. Dan hebben we Celine en Michiel met de broodfokhond. Wel, dat is een beetje extremer. Dat is gewoon zielig. Dus dat zetten we in fucking cringe. Als volgende hebben wij een programma van de Nederlandse publieke omroep, als ik het juist heb. Namelijk Brugklas. Wel, Brugklas die schetst heel ongebruikelijke situaties op een middelbare school voor. Die nooit zullen gebeuren. Dus daarom zetten we het in gewoon cringe. Bovendien freerunnen ze ook op gewoon banken. Nu hebben wij Famke Louise of Femke Louise. Famke Louise, wat is het nu eigenlijk? Ze heeft haar eigen naam nooit goed gezegd. Snapking en Famke Louise waren ooit samen, maar om eerlijk te zijn vind ik Famke meer marginaal dan Snapking. Dus we zetten haar bij marginaal cringe. Oké, het volgende dat wij hebben is spugen op de openbare weg. Wel, ik zou zeggen ultra marginaal cringe. Vorige week heb ik namelijk iets speciaals geëxperienced. Er was namelijk een of andere marginaal die in minder dan 5 minuten iets van 10 keer spuugde op het fucking perron. En ik dacht zo van, what the fuck is uw probleem? Ik bedoel, oké, als je een stevige workout hebt gehad, dan kan ik begrijpen dat je even spuugt in het gras of zo, snap je? Maar toch niet als je fucking random aan het wachten bent op een bus, man. Oké, het volgende zijn mensen die hun mondmasker naar beneden dragen, terwijl dat ze hem eigenlijk volledig op zouden moeten zetten. Wel, die mensen zijn fucking asociaal, fucking dom. En ze hebben geen zelfrespect en ook geen respect voor andere mensen. Marginaal cringe. Dan hebben wij nog mensen die hun mondmasker gewoon niet dragen, die er gewoon geen mee hebben. Zeker op de bus is dat fucking irritant. Die mensen zouden gewoon per direct van de bus gesmeten moeten worden met een gezicht naar de grond. Ultra marginaal cringe en fuck die mensen. Oké, tot slot hebben wij nog Jolan Knudde. Dat is echt een fucking marginaal gast. Die guy mag echt niet bestaan. Jesus Christ, man. Hij moet ook gewoon bij ultra marginaal cringe.